Goedemiddag, dames en heren. We staan hier met Rebecca Soumerou, die vandaag de winnende pitcher, als winnende pitcher uit de wedstrijd is gekomen. We hebben 5-6 gewonnen en de wereld ziet er in één keer weer heel anders uit. Een paar dagen geleden stond ik hier met jou, of eigenlijk op een andere plaats, maar toch met jou. En toen zei je, ja, als ik maar iets voor het team kan betekenen. Zeg het maar. Ja, ik denk dat we het met z'n allen heel goed hebben gedaan. En je doet het natuurlijk absoluut niet in je eentje, maar ik ben blij dat ik mijn ding heb kunnen doen en het samen met mijn team dicht heb kunnen houden. Er was heel veel vertrouwen in jouw pitchwerk en ik geloof dat iedereen daar heel erg blij mee is, ondanks het feit dat je zo lange blessure hebt gehad. Ja, dus af en toe stond ik op die plaat en dacht ik, oh man, hoe is het toch mogelijk dat het gewoon nog gaat? En terwijl ik zo lang stil heb gestaan en oh, ik krijg helemaal zweet van. Gekkigheid. Rebecca, we zijn hartstikke blij met jou. We zijn blij met de overwinning. En feliciteer je teamgenoten. Ik krijg nog een paar hier. Maar hartstikke bedankt voor dit interview. Dankjewel voor jullie support. Dankjewel. Graag gedaan.